Ik ben Dieke Koppers, 31 jaar. Ik woon in Woerden. Ik ben inmiddels verloofd. Ik ga volgend jaar trouwen met Babette, mijn vriendin. Ik ben Soufiane Lahmouchi, 32 jaar. Kom uit Barneveld en aanvaller, CQ middenvelder. Mijn naam is Ashraf Taleb, ik ben 21 jaar oud en ik ben woonachtig in Nieuwegein. Mijn naam is Redon Azad, ik ben 25 jaar oud en ik woon in Ede. Ja, ik ben Mark Wals, ik ben 21, ik ben woonachtig in Vleuten. Ja, ik ben Wesley Muit, 20 jaar en ik kom weer uit Woerden. Ik ben Rens Boer, 20 jaar en woon in Woerden. Terrence Groothuizen, 26 jaar, uit Amsterdam. Nou ja, ik kom hier natuurlijk uit de buurt, dus dan zijn de lijntjes kort. En ik werd benaderd door Kees en ook door Jan van de Heuvel. En ik heb natuurlijk Jeffrey Vlug even gesproken, die ken ik nog van de trainerscursus. Dus via via ben ik zo in gesprek gekomen. Vorig seizoen speelde ik bij VV Scherpenzeel. En via contacten met Laurens van der Voort, Mohamed Bendadi. En ja, de trainer ken ik ook nog van de periode bij GVV Veenendaal. Vorig seizoen speelde ik voor DHC in Utrecht. In Ondiep heb ik 2 seizoenen gevoetbald. Ik was toen een nieuwe stap hogerop. En via een vriend van mij die in het verleden met trainer Jochem heeft gewerkt, ben ik in contact gekomen met de trainer. Ik heb hiervoor bij RSC Nijkerk gespeeld, 5 seizoenen lang. Daarvoor bij Bennekom. Hoe ik hier ben terechtgekomen, ik ben via Mootje Bedadi hier terechtgekomen. Ik heb al eerder meegetraind. Vorig seizoen speelde ik bij Sparta Nijkerk. Dat was mijn eerste jaar daar. Dat was niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Dus toen ben ik halverwege het seizoen heb ik gewoon contact gezocht met sportlers. Want ik zag dat die hetzelfde niveau speelde. En ook nog lekker dichtbij. Dus ja, toen heb ik gewoon contact opgenomen en vandaar is het een beetje gaan lopen. Ik speelde vorig seizoen bij Alster Boys in de onder-21. En ik heb hier vroeger gevoetbald in de jeugd. En daardoor heb ik altijd contact gehouden met de club. En toen heb ik aangegeven dat ik graag naar een eerste elftal team wou. En toen had sportlers voor mij de deur opengehouden en daar ben ik super blij mee. Ik speelde bij Koninklijke HFC. En ik heb in de jeugd bij sportlers gespeeld. En ik heb daardoor altijd contact gehouden met mensen binnen de club. En daardoor is afgelopen jaar een beetje het balletje gaan rollen. En zo ben ik hier gekomen. Ik heb vorig seizoen bij Hibernians gespeeld. Slima Wanderers. En nu ben ik bij Sportlus. Dus. Prima. Tot nu toe zit er veel voetbal in de ploeg, denk ik. Veel jongens die allemaal comfortabel zijn aan de bal. En ik denk dat we dat dit seizoen ook willen laten zien door gewoon goed voetbal te spelen. Ja, we hebben een goede en frisse groep, denk ik. Er zit veel voetbal in. En tot nu toe prima naar mijn zin. Het zijn allemaal aardige, rustige jongens die graag jonge jongens zoals ik graag een handje willen helpen. En ik heb het erg naar mijn zin. We hebben een hele goede leuke spelersgroep, een hele leuke mix. Jong en oud van alles en nog wat. En het valt me goed. Ik heb het naar mijn zin, dus alleen maar goed. Ik denk dat we een goede groep hebben. Ik denk ook een goede brede selectie. Ik denk dat we veel kunnen wisselen met spelers en veel diversiteit. Dus tevreden, goede voetballende ploeg. Ik vind het een hele leuke sfeer. Goede kwaliteit hebben in het team. En ik denk dat we best hoog kunnen gaan eindigen als we keihard met z'n allen blijven gaan werken. Ik denk dat we een spelersgroep hebben met veel kwaliteiten. Ook gewoon die goed met elkaar om kunnen gaan. En een hele hoop ervaren jongens die al jaren meespelen op dit niveau. Technisch heel begaafd. Hele aardige jongens. Een coach met een echte visie. Tot nu toe zit er veel voetbal in de ploeg, denk ik. Veel jongens die allemaal comfortabel zijn aan de bal. En ik denk dat we dat dit seizoen ook willen laten zien door gewoon goed voetbal te spelen. Ik verwacht dat we om de bovenste plekken meedraaien. En natuurlijk wel voor het kampioenschap gaan. Komend seizoen verwacht is dat we hoog gaan scoren in de competitie. Voetballende ploeg. En ik denk dat wij van onszelf ook mogen verwachten dat we in de top gaan meedraaien. Ik denk dat we voor de bovenste plekken gaan spelen. Waarschijnlijk in de top 3. Dat is wel een mooie doelstelling. Wat ik wil bereiken persoonlijk, dat ik wat doelgerichter word. Dat is een doel die ik voor mezelf heb opgesteld. Nou, ik denk dat we sowieso bovenin kunnen meedoen. Het liefst natuurlijk kampioen worden, daar speel je voor. En anders desnoods via de play-offs promotie halen. En wat ik wil gaan bereiken bij Sportlus. Veel mooie momenten. En gewoon leuke momenten met z'n allen. En kampioen worden natuurlijk. Dat is het doel. Ik zelf wil minimaal 20 goals, 20 goal aandelen hebben. Dus laten we zeggen 15 goals, 5 assists. Of 12 goals, 8 assists. In ieder geval 20 goal aandelen. En ik verwacht dat wij zeer zeker bovenin gaan meedraaien voor de promotie. Ja, zeker.